Yes, yes, dames en heren, daar zijn we weer met een zeer korte update video, maar met wel interessante informatie. Dus druk natuurlijk alvast op het duimpje omhoog als je hype bent voor deze video. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. En je kunt ons supporten in de itemshop. Met de code teveelgevraagd 5% voor jou aankopen gaat onze kant op. Wie onze code ook heeft gebruikt is Jens. Ik heb weer iets gekocht met de code teveelgevraagd en ik hoop dat ik win. En ik ben geabonneerd en ik kijk iedere video. Hey Jens, super tof dat je iedere video bekijkt. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Thanks a lot. En ik zie inderdaad dat je onze code gebruikt in de itemshop. Heel erg bedankt Jens. Wordt heel erg gewaardeerd. Jij hebt iets gewonnen, namelijk van de TVG Pass heb jij de 3 games van Mega Blue gewonnen. Namelijk Bank Attack, In een Handomdraai en What Do You Meme. Die komen jouw kant op, gefeliciteerd. En nogmaals, heel erg bedankt dat je onze code hebt gebruikt in de item shop. Wat kun je morgen winnen? Nou, we hebben een Funko Pop die we gaan weggeven, namelijk de Peely variant. Hoe kun je deze winnen? Nou, gebruik de support A-Creator code te veel gevraagd eventjes in de item shop. Abonneer natuurlijk eventjes op ons kanaal en stuur een bewijsje op naar onze Instagram. @teveelgevraagd. Zo simpel kan het zijn. Leuke Funko Pop. Ik ga hem denk ik ook voor mezelf halen. Goed jongens, laten we snel doorgaan naar het eerste topic. Ik heb vandaag weinig nieuws, maar ik heb wel leuk nieuws. Dus laten we gelijk eventjes beginnen met het eerste topic. Ja, en het eerste dingetje gaat natuurlijk eventjes over het geunvolte wapen van gistermiddag om 3 uur. Blijkbaar is dan de rotation. Ik dacht om 7 uur, maar nee, om 3 uur dan is de rotation van de unvolted weapons. En dit keer was het de stinkbom. Dus dat is natuurlijk super nice. Kun je dus vandaag tot 3 uur ook nog eventjes mee spelen. Daarnaast is High Explosives LTM in de game gekomen. Ook komt er elke dag blijkbaar een LTM nieuw in de game. Ook om 3 uur. Dus die kun je ook nog eventjes spelen. En om 3 uur in de middag dan kunnen we weer een nieuw item verwachten. En dat zal de Infantry Arrival worden als het goed is. En qua LTM, dat weet ik niet. Maar dat gaan we wel zien. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat eventjes over de 8-Ball skin. Nou, de 8-Ball skin zit natuurlijk in de Battle Pass. Super leuk en aardig allemaal. Maar er is iets gaande met deze skin. Namelijk, deze skin heeft een extra variant. En dit is een soort van virus of een corrupted variant. En wat bedoel ik hiermee? Nou, letterlijk, het level, hoe hoger je bent, hoe meer corrupted of hoe meer virus eigenlijk de skin heeft. Namelijk, als je een laag level hebt en je selecteert, zeg maar, die variant, dan ziet het er ongeveer zo uit. Dus dan ben je ongeveer level 20, 30, 40 misschien. Je ziet hem al een beetje zwart worden. Maar als je mijn level bent, dit is letterlijk die van mij. Ik ben bijna helemaal zwart met rood. Wat betekent dat het virus bijna compleet is. Want op level 300 zal die volledig zwart-rood zijn. Ik ben namelijk level 270 of zo. Ja, je ziet het hier in de gameplay. En namelijk helemaal linksonder in het scherm. Daar zie je mijn level staan. Maar ik heb hem dus bijna gehaald. Alleen, ik heb de variant nog niet. Dus ik moet die eventjes halen. Daarvoor moet ik 6 missies unlocken. Gaat dus best wel een tijdje duren. Maar als ik dat heb gedaan, dan kan ik daadwerkelijk met deze variant spelen. Maar je kunt het al wel eventjes checken hoe het eruit ziet voordat je hem haalt. Dat heb ik namelijk ook gedaan. Anders kon ik natuurlijk ook dat stukje niet opnemen. Maar best wel apart dus. Trouwens, ook in deze loading screen zie je de overige Battle Pass skins naar eigenlijk dat hologrammetje kijken. En ze vertrouwen het niet. Of die 8-Ball is echt een slechterik. Of er is gewoon iets gaande. Ze moeten hem gaan onderzoeken. Ik bedoel, er staat een dokter bij. Dus ik weet niet. Ik vind het vaag. En misschien is hier een theorie over te bedenken. Misschien is dit wel het begin van een verhaallijn. Wie weet, wie weet. Goed, laten we nog naar het volgende topic. En dit is eventjes een clipje van Fortori. Het gaat over die Polar Legends pack. Zo gaat hij heten. Het is officieel. Hij zit in de files en ja, deze kun je op 23 december halen voor 25 euro. Dus Fortori, bedankt voor deze clip. En dikke shout-out eventjes naar Fortori nogmaals. Maar in ieder geval, jullie zien het. Alle skins zitten erin. Maar ook gewoon dus die codename 11. Wat ik best wel apart vind. Maar goed, 23 december, dan kunnen we hem halen. Dat is de officiële datum, oftewel morgen. Maar, je kunt hem ook vandaag halen met een heel sneaky maniertje. Ik heb voor jullie een soort van tutorial op de computer. Doe dit niet na, want wie weet word je verbannen. Waarschijnlijk niet, maar alsnog, ik moet het eventjes zeggen, doe dit niet na. In ieder geval, hoe kun jij eerder gewoon de Polar Legends pack kopen? Het is best wel makkelijk op de computer. Namelijk, je hebt je game open en wat moet je dan doen? Nou, dit is eventjes een clipje van iFireMonkey, dus dankjewel iFireMonkey. Wat laat hij hier zien? Nou, hij gaat letterlijk eventjes naar zijn tijdsettings op Windows en hij verandert de datum eventjes naar iets later. 2 dagen later, 3 dagen later. En wanneer hij dat heeft gedaan,
Dan krijgt hij gewoon de Polar Legends pack in beeld. En kan hij hem ook daadwerkelijk kopen. Het werkt dus gewoon helemaal. Eigenlijk een beetje dezelfde manier hoe ik de oude bundles heb kunnen kopen. De oude starter packs moet ik zeggen. Eigenlijk een beetje dezelfde manier. Alleen ga je hierbij eigenlijk in de toekomst. Dus 2 dagen in de toekomst. En dan komt hij gewoon bij de itemshop te staan. Dus dat is natuurlijk super grappig om te zien. Een limited time offer. Deze ga ik dus absoluut weer halen natuurlijk. Omdat er gewoon zulke toffe skins bij zitten. Dat is echt ongelooflijk. Voornamelijk de backbling. De Polar Peak backbling. Zit hem waarschijnlijk ook wel een beetje in de naam, hè? De Polar Legends pack. Maar goed, natuurlijk super dikke manier. En ja, die kun je natuurlijk halen. Goed, laten we doorgaan naar alweer het allerlaatste topic. En dit is eventjes een Reddit-clipje. Ik vond hem wel grappig. Laten we eventjes kijken. Dan moet je goed kijken wat de raket doet wanneer je die schiet met een boot. Ja, die flipt hem helemaal in de bush. Hij weet gewoon niet meer waar hij heen moet. Dus het ziet er echt heel erg grappig uit. En misschien wel een handige manier om op zo'n manier iemand te killen die in de bush zit ofzo. Ik vond het wel eventjes grappig om te laten zien. En sommige mensen die denken dat het een bug is. Maar volgens mij is het expres gemaakt. Zodat, ja, omdat die raket zeg maar niet meer weet waar hij heen moet. Omdat hij door die bush heen gaat. Ik dacht, dit was letterlijk de beste clip die ik kon vinden op Reddit. Zo interessant was hij niet, maar alsnog. Dames en heren, dit was alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze korte update video. Vonden jullie het super nice? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Zo super gewaardeerd worden. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. Je kunt ons supporten in de item shop met de code teveelgevraagd. 5% voor je aankopen. 5% voor je aankoop gaat onze kant op. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.